Meneer de burgemeester, dames en heren schepenen, gemeenteraadsleden, meneer de toekomstige burgemeester, Ivo, David, Koenraad, Simon, vele genodigden, dames en heren. Ik ben geboren na de oorlog. Ik ben geboren in de babyboom na de oorlog. Dus ik ben eigenlijk een kind van de vrede, terwijl onze twee, Koenraad en Simon, kinderen zijn van de vreedheid. Het is meer dan een woordspeling. Het is een andere wereld. En eigenlijk, wat dat zij hebben meegemaakt, was meer dan zelfs een oorlog. Zij hebben meegemaakt het absolute kwaad. Het absolute boze. Men kan niet slechter zijn dan wat tussen 1940 en 1945 in onze landen is gebeurd. En dus in die zin is het niet gewoon een kind van de oorlog. Het is een kind van de vreedheid. En wat er gebeurd is in Auschwitz, heeft ons natuurlijk allemaal geïnterpelleerd. Voor de gelovigen onder ons, waar was God in Auschwitz? Voor degene die de mens centraal stellen, was de mens zo slecht dat hij tot dat in staat was. Toen ik iets ouder was dan de kinderen hier, heb ik ook een opstelletje moeten schrijven. Ik was 16 en het thema was What the piece of work is a man. En dat kwam van Shakespeare. Ik zou dat eens willen herlezen wat ik toen op 16 jaar geschreven heb. Maar degenen die Auschwitz hebben meegemaakt, degenen die aan Auschwitz denken, ik weet niet wat zij zouden zeggen wanneer dat ze zo'n titel krijgen. Wat een meesterwerk is de mens, want de mens is tot het beste in staat, maar ook tot het slechtste. Hoe verder leven na Auschwitz? En elk reageert daarop op zijn manier. Hoe gaan we om met het verleden? Eén manier is door het verleden te overstijgen. Door erover te schrijven. En dat helpt veel. Schrijven werkt bevrijdend. Of door er kunst rond te scheppen. En ook dat helpt. Want eigenlijk de kunstenaar, en dat is een gave die ik niet heb, de kunstenaar kan eigenlijk duivels uitdrijven. Kan eigenlijk de kwelgeesten bezweren. En als het minder dramatisch is, hij kan al die negatieve energie die in hem zit eigenlijk kanaliseren en wegwerken in iets dat hem overstijgt. In kunst, of in een gedicht, of in een geschrift. Maar dames en heren, het verleden gaat eigenlijk nooit weg. Hoezeer we ons best ook zullen doen door kunsten te maken of door te schrijven. Het verleden gaat niet weg. En eigenlijk moet het ook niet weggaan. Maar wat één ding niet mag gebeuren, is dat het verleden ons overmeestert. Dat het verleden ons overwoekert. Dat het verleden ons verstikt. En hoe moeten we beletten dat het verleden ons verstikt? Door het zoveel mogelijk opgeven van de haat. Wij moeten niet toelaten dat ons hart met een T verhardt. Verhardt met een D. En dat vraagt natuurlijk een grote inspanning. En hoe kunnen we nog toelaten dat het verleden ons niet overwoekert? Door te vergeven. Het moeilijkste wat er in het leven is. Iemand die heeft kwaad gedaan. Niet dat je het moet vergeten. Dat hoeft je nooit te doen. Maar op een gegeven moment moet ik te zeggen, ik draai de pagina en begin samen met u een ander hoofdstuk. En dat vergeven wordt natuurlijk makkelijker wanneer dat iemand berouw heeft, wanneer dat iemand spijt heeft over wat er gebeurd is, wat hij gedaan heeft of wat in dit geval zijn familie gedaan heeft. Het moet wel een geste zijn van beide zijden, want anders lukt het nooit.
En dus dan komen al de krachten van het leven boven, wanneer dat me zich kan verzoenen, wanneer ik kan me vergeven. Dan komen alle krachten van de vriendschap, van de liefde en van het geluk boven. Dan wint eigenlijk het verleden niet meer. Dan komt er een nieuw perspectief. En dat is hier gebeurd. Eigenlijk overwint de liefde alles. Dat is een heel mooi gezegde in het Latijn. En ik geloof dat we dat hier ook hebben meegemaakt. De dader is niet echt dader meer. En het slachtoffer is niet alleen slachtoffer meer. Dan zijn we alleen maar mensen onder elkaar. Ik vond deze week een heel mooi vers, David, van Henriette Roland-Holst. Grote dichteres. En zij zegt op een gegeven ogenblik, ik vind hier de tekst, de zachte krachten zullen zeker winnen in het eind. De zachte krachten zullen zeker winnen in het eind. Dat is niet altijd het geval. En soms moet men heel lang wachten. Maar eigenlijk is dat het beste teken van de hoop. Dat ooit, ooit de zachte krachten winnen. En dat moeten we ook in ons leven doen. En dat moeten we ook in onze samenleving doen. De zachte waarden het laten halen op het boze in de mens. En we moeten goed oppassen. We leven in een tijd waarin dat er eerst assertiviteit is. En onze Franstalige vrienden zullen mij begrijpen. L'assertivité ne peut pas prendre la forme d'agressivité. Parce que l'agressivité, ça se termine toujours dans la violence. Et il faut bien se méfier. Il faut employer les mots justes. Parce que les mots qui font peur, les mots agressifs, sont le début de la confrontation, les débuts de la violence et les débuts de la guerre. Tout cela commence avec des mots et ça se termine avec des armes. Donc il faut être extrêmement attentif, aussi dans la période que nous vivons aujourd'hui. Mag ik een laatste bedenking maken? Velen trachten de samenleving in te delen in wij en zij. Wij zijn de goeie. Natuurlijk zijn wij altijd de goeie. En zij zijn eigenlijk de oorzaak van al wat verkeerd loopt. Terwijl eigenlijk het echte humanisme is, niet wij en zij, maar ik en jij. Zoals de grote Joodse dichter Martin Buber zei, ich und du. En als we elkaar in de ogen kijken, face to face, dan verandert de wereld. Dan verandert de wereld. En dat is wat we moeten toekomen. Mensen onder elkaar kunnen heel veel oplossen. En dan kunnen ook alle tranen weggewist worden. En dat is de voorwaarde voor vriendschap. Dat is de voorwaarde voor liefde. Wij moeten, en Simon en Koenraad hebben dat meegemaakt, degenen die verder leven na Auschwitz, moeten het leven niet zien als een straf, zoals sommigen dat wel hebben gedaan. Waarom ik? En waarom hebben die moeder en die al die anderen, uw zus, waarom hebben die het niet overleefd? En waarom ik wel? En bij sommigen laat dat bijna een schuldgevoel dat ze toch nog leven. Maar eigenlijk is het een verplichting voor al diegenen die de kans van leven hebben gekend, voor degenen die van de rijdende trein kunnen springen zijn. Een verplichting die ze hebben om te getuigen van de liefde voor het leven. Als een ode aan de lieve doden die ons zijn voorgegaan. Als een dankbaarheidsvorm voor het leven. Als om te tonen dat het kwaad niet het laatste woord heeft. En daarom is dit werk monumentaal. Het kwaad is groot, maar de liefde is nog zoveel groter. En daarom is dit monument groot. Als een ode aan het grootste wat er is. De liefde van moeders en de liefde van mensen onder elkaar. Dank u wel. Dank u wel voor deze
mooie woorden bij de inhuldiging.